zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op het hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijpt de harde werkers in de zorg die amper slapen. Maar 17 miljoen mensen is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen, de neus in dezelfde richting, komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.